de meest bijzondere ondernemer van Almelo. Wat doet dat met jou? Ja, dat is toch wel ontzettend leuk dat je uitgeroepen wordt tot... leukste ondernemer, beste ondernemer. Het is maar net wat je eraan geeft. Het is natuurlijk een hele eer. Het is hartstikke mooi. Je doet gewoon je best. En ja, je wil wat moois neerzetten met je winkels, met de gallery, met Jo Jansen. En het is wel heel mooi om te zien dat mensen dat ook zien. En dat je daar een onderscheiding voor krijgt. Nou, alles wat we doen, dat doen we natuurlijk met heel veel emotie, zeg ik altijd. Retail van vandaag de dag is niet meer wat het geweest is afgelopen 20 jaar. Als je dat nog 20 jaar gaat proberen vol te houden, dan zit je niet op de juiste koers. Dus wat we proberen te doen is eigenlijk onze ziel en zaligheid heel visueel te maken. Mensen zijn visueel ingesteld. En dat hebben we geprobeerd met de realisatie van onze nieuwe winkel, de Gallery. Als je daar binnenkomt als consument, dat je een wow effect krijgt van dat wil ik eigenlijk ook wel thuis. Of dat vind ik mooi. Dat je geïnspireerd wordt. En dat je het idee krijgt van hier ben ik welkom en dit is een gastvrij gebied en dat heet toevallig een winkel. En ja, daar vind ik het fijn om te zijn, weet je? Daar vind ik het leuk om naartoe te gaan. En dat we ondertussen dan zeg maar wat kunnen verkopen, dat is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. Daar doen we het allemaal voor, dat we natuurlijk, het moet wel bekostigd worden. En dat je daar met een team van medewerkers met hetzelfde enthousiasme mee aan het werk kan, dat is natuurlijk fantastisch. Ik hoop dat heel veel Almeloze ondernemers je voorbeeld gaan volgen. Ja, natuurlijk. Weet je, dat is, ondernemers die gun je iedereen heel veel succes. Dat zit natuurlijk allemaal in de aard van jezelf. En succes, wat is succes? Weet je, dat je iets doet, vind ik, waar je zelf heel erg blij van wordt. En waar je mensen blij van worden. En het allerbelangrijkste, waar de consument blij van wordt. Hè. Dus je probeert iets neer te zetten. En ja, dat sommige dingen lukken wel, sommige dingen lukken niet. Dat is ook ondernemerschap. Niet alles lukt. En als je dan toch een bepaalde snaar weet te raken bij de consument. En uiteindelijk wordt dat gewaardeerd door, ik zeg het, de omzet die je realiseert is eigenlijk je rapportcijfer. Ja, dan doe je wat goed. Oké, nou met in ieder geval dat je uitgeroepen bent tot beste, of tenminste mooiste, leukste ondernemer. Dat is in ieder geval een stimulans die... tot meer rijk, lijkt me. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat je die erkenning dan toch extern te zien krijgt en te horen krijgt. En dat de mensen die vandaag aanwezig zijn geweest om dat ook te bevestigen. Ja, dat is hartstikke leuk. En we gaan gewoon door met het werk waar we nu mee bezig zijn. En we hopen dat zeker gewaardeerd wordt door de Almeloze consumenten.